Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal speelde zaterdagavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Daarin stond meteen landskampioen Landstede Hammers uit Zwolle te wachten. Een beladen wedstrijd omdat een paar weken eerder de strijd om de Supercup nog van Zwolle werd verloren. En omdat oud-Leiden-speler Mohamed Kerasi voor het eerst terugkeerde naar de schuur. De fans en de club lieten dat moment niet ongemerkt voorbij gaan. Hoe was het om hier in en tegen Leiden te spelen? De spanning liep eigenlijk al 3 dagen geleden. Je hoopt om te spelen. Maar ja, dan sta je wel in een andere shirt. Dus gemengde gevoelens. De fans hier, die zijn je nog niet vergeten, hè? Nee, natuurlijk niet. Ik heb hier 8 seizoenen gespeeld. De schuur heeft me zoveel gegeven. Ik blijf het zeggen. Ja, ik ben hier eigenlijk... Ja, nadat ik bij Amsterdam ben geweest, ben ik hier gemaakt. Ik kan iedereen hier, laat me zo zeggen. Voor de wedstrijd werd jij ook nog bedankt door Marcel van Burg, de voorzitter. Hoe was dat voor jou? Ja, kippenvel momentje eigenlijk. Het is dat je bedankt wordt door de voorzitter nadat je weggaat. Ja, dat is wel kippenvel. En terwijl hij opsomde wat jij allemaal niet hebt gehaald en betekent ook voor Leiden, werd er vanuit het publiek geroepen, haal hem terug. Is dat een optie? Kom jij ooit nog een keer terug? Ja, ik ben nu op dit moment bij Landstede Hammers. Dus daar ga ik 100% voor geven en in de toekomst zien we wel. ZZ Leiden begon agressief aan de wedstrijd en liet meteen zien de punten dit keer niet uit handen te willen geven. De Leidse ploeg stond het grootste gedeelte van de wedstrijd op voorsprong, maar de wedstrijd bleef spannend. Nooit lukte het om Zwolle echt af te schudden. Het publiek werd wel getrakteerd op mooie acties. Zo scoorde Huggins in de 4e periode met een alley-oop en werden er regelmatig 3-punters raak gegooid. Op het moment dat de laatste zoomer klonk, stond het 82-73 in de 5 meihal en zo kan ZZ Leiden met zelfvertrouwen richting de Europese return tegen Beru werken. De snelle mensen eruit halen en onder de 75 punten blijven. Dat is gelukt, hè? Ja, dat zei ik vooraf, hè? Ja, ja. Nee, is leuk. Het is mooi dat lukt vandaag. Ja. Wat was dit voor wedstrijd? Ik denk dat de wedstrijd was waar wij bij klaar waren voor de strijd. En dat is denk ik mooi om te zien. We hebben hard aan gewerkt afgelopen week. En als het dan lukt, dan is dat mooi. Was dit revanche voor de Supercup? Zeker. Ik denk dat een wedstrijd als vandaag, nadat we in de Supercup natuurlijk hebben gespeeld, wel heel diep staat bij ons. Ik heb het gevoel dat we bij de Supercup zeg maar, nog niet klaar waren ervoor. Ik denk dat we natuurlijk er nog niet helemaal klaar voor zijn of niet op ons hoogtepunt op dit moment zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat we de juiste stappen aan het maken zijn. Ik denk dat iedereen weet hoe belangrijk deze wedstrijd was voor ons momentum. We hebben natuurlijk een grote job aankomende dinsdag, woensdag tegen Beru. En ik denk dat dit de juiste stappen zijn. Gaat het team op dit moment draaien zoals het moet? Nou, wat? Maar dat had ik toevallig net in die businessclub ook al even gezegd. Kijk, als je met een nieuw team bezig bent, dan moet het allemaal een beetje wennen aan elkaar. Daar zien we hele mooie dingen en dan zagen we afgelopen Europacup-wedstrijd wat mindere dingen. Ja, daar probeer je dan van te leren. Dus wat we goed hebben gedaan afgelopen week is de videoanalyse. En met name ook wat gesprekken gevoerd. En ik denk dat het gewoon heel goed gelukt is. En ik denk dat het heel leuk is, ook een compliment aan de spelers, dat men daar heel goed op reageert. Hoe vond jij zelf de wedstrijd gaan? Ja, op vlag eigenlijk kwamen we wel terug, zeg maar, tot puntje of 8. Maar goed, je speelt in de hol van Leiden. Dus dan weet je ongeveer wat je te verwachten wacht. Goed. De coach zei voor de wedstrijd dat hij dacht dat Zwolle misschien ietsje verder was dan jullie op dit moment zijn. Hebben jullie laten zien dat misschien niet waar is? Ik denk dat de coach het over de laatste wedstrijd had. Hij vergelijkt zich met de laatste wedstrijd. En ik denk dat we met een nieuwe spirit, een nieuwe mindset, een nieuw gevoel en intensiteit deze wedstrijd zijn begonnen. De voorzitter van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal zei, dit jaar hebben we een nieuw thema eigenlijk. De lat moet nog hoger. Waar ligt die lat? Ja, dat is in principe een hele goede uitspraak. Ik kan nu nog niet zeggen waar die lat ligt. Dat is ook een beetje afhankelijk van aanstaande woensdag. Kijk, komen we verder in de Europacup en ga je dan uiteindelijk in zo'n pool wedstrijden spelen, ga je meer leren. Dus daar is eigenlijk nu alles op gericht om te kijken of aanstaande woensdag
die 15 punten verschil goed kunnen maken. Hoe is het nu bij een nieuwe club? Hoe voel je je daar? Ja, ik voel me goed. Jammer van de nederlaag vandaag, maar ik voel me goed. Ik word geholpen door mijn teammates en we zijn nu 3 wedstrijden verder en dit is onze eerste nederlaag. Dus ik kijk er naar uit. Als die eerste moet komen, dan tegen Leiden? Ja, precies. Kijk, het was vandaag ook heel erg druk hier. Dat kippenvel momentje wanneer het team gaat. Ja, dan denk je op dat moment, welk team zit ik eigenlijk in nu? Eventjes waar. Maar goed, we hebben verloren vandaag. En we missen een speler en ik denk dat het goed is. Hoe is het voor jou om in dit team te spelen, dit eigenlijk compleet nieuwe team? Het is een proces. We hebben een jong team. Tegelijk hebben we ook wel spelers die ervaring hebben. En dat proberen we over te brengen zoveel mogelijk. Het gaat even wat langzamer gaan dan de voorgaande jaren misschien. Maar met de juiste mindset, focus en de coachability van iedereen, denk ik dat we er kunnen komen. Heb je ook echt het gevoel dat je net als vorig jaar weer kunt meespelen om de prijzen? Oh, sowieso. Dat denk ik altijd. Ik denk dat als we de juiste stappen maken, zoals ik zeg, we hebben de pieces om een goed jaar te hebben. Ze moeten alleen op de juiste momenten in elkaar vallen. Zwolle is vorig jaar landskampioen geworden, ook tegen Leiden gestreden om de beker, Supercup. Zijn dit de twee ploegen die dit jaar ook weer moeten uitmaken onderling? Ja, dat denk ik ook. Leiden heeft een goed team, met Wirtie de Jong die er nog steeds is, zelfs Randami. Maar ook gewoon de jonge jongens, die zijn er ook nog bij. En we zijn aan elkaar gewacht, laat me zo zeggen. Welke spelers hebben jou vandaag verrast? Nou, geen speler heeft mij verrast. Ik ben alleen heel erg blij met een aantal spelers die hebben laten zien wat ze kunnen. En dat wisten we al. Dus daar ga ik geen namen noemen. Ik denk dat niet goed. 15 punten goed maken, hoe groot schat je die kans? Is dat een kans? Kan dat lukken? Nou, daar moet je vooraf denk ik niet over spreken. Alleen dat je het moet halen, dat is duidelijk. En hoe we dat gaan doen, gaan we nu naartoe werken. We hebben natuurlijk de wedstrijd al geanalyseerd, dus we weten tegen wie we spelen. En, we gaan gewoon kijken. Ik denk dat deze wedstrijd een mooie step-up is. Dat je ziet waar je uiteindelijk het heel goed doet. Je ziet toch aan het einde dat we ook een aantal dingen weer laten liggen. Dat hoort ook wel een beetje bij zo'n wedstrijd. En, ik denk dat we daar even van moeten leren en dat we mee moeten nemen naar de volgende wedstrijd. Hoe was het om hier in Leiden tegen Mohamed Karasi te spelen? Altijd leuk. Ik denk dat het voelt raar aan één kant. Maar aan de andere kant denk ik dat het respect voor elkaar wel hoog staat. En dat is altijd mooi om te zien. Nu we jou hier toch voor de camera hebben, hoe was het om in de zomer tegen Tadic te basketballen? Het was leuk. Ik bedoel, ja, het was een leuke ervaring. Hij is een fantastische man. Hij houdt van basketbal. Hopelijk komt hij een keer kijken. Hij is geïnteresseerd om een keer een wedstrijd te kijken. Dus wie weet. Succes met de volgende wedstrijd. Dankjewel.